En de start is gevallen. Noordin aan de buitenkant gaat in ieder geval hard beginnen, maar dat doen ze aan de binnenkant ook. Michel D. is snel weg, daarnaast in het tweede spoor Nervolo. Daarachter wordt al teruggenomen Forever Young en aan de buitenkant daarnaast in het derde spoor ligt Noordin. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. En de leiding wordt daarover genomen op dit moment door Nervolo. Nervolo neemt over van Michel D. Daarachter ligt op plek 3 aan de relingzijde het nummer 5 van Forever Young. Eerste paard aan de buitenkant is de nummer 7 Noordin. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Dream Paarslo. Naast Dream Paarslo ligt Elma Rajakan op de rug van de medefavoriet. Daarachter ligt Nashville Petnik en dan ligt daar nog één deelnemer achter. En dat is de draver van die we nog niet genoemd hebben en die hadden we nog niet genoemd. Dat was, nou, ben ik kwijt. Maan, denk ik. Maan. Maan op de laatste plaats. En zo zijn de paarden de rechte lijn overzijde door. 13-3 was de eerste 500 meter. En de koploper is nog altijd dezelfde, Nervolo. Nervolo wordt niet aangevallen. Michel D. ligt op plek 2. Derde aan de buitenkant, Noordin. Die komt wel ietsje dichterbij. Met hem mee gaat in het tweede spoor Elma Rajakan. Daarachteraan gaat ook Nashville Petnik mee naar voren. De rest van de paarden liggen aan de binnenkant. En daarachter gaat nu in de start van het veld ook naar het tweede spoor, Maan. Groepjes van 2 krijgen we straks naast elkaar. De koploper is nog altijd Nervolo. Die gaat zometeen Noordin naast zich krijgen. Volgende tweetal is dan aan de relingzijde Michel D. met aan de buitenkant daarnaast Elma Rajakan. Dan volgt Forever Young. Achter Forever Young ligt Rien Paarslo met aan de buitenkant Nashville Petnik. Tussentijd was 21 rond en Maan ligt nog altijd laatste. Paarden gaan de voorlaatste bocht in. Tempo vooraan gaat iets omhoog. Giel Wildhagen bewoog een beetje. Nervolo gaat harder. Galoppade van Nashville Petnik. Daardoor wordt Maan ook heel even opgehouden. Die moet weer opnieuw aanzetten. Uitgeschakeld nummer 2. Nummer 2 galop. Rechte lijn overzijde en het is Nervolo die leidt. Nervolo, Noordin is er schuin naast gekomen. Daarachter ligt Elma Rajakan in het tweede spoor. Aan de relingzijde gaat Michel D. ook nog makkelijk mee. Nou, op weg naar de laatste bocht. Vijfde plek is voor Forever Young. 15-7 de tussentijd. Maar dan gaan de laatste bocht nu in. En de binnenstang gaat erbij gepakt worden bij Nervolo. Die hangt een beetje in de bochten, maar die versnelt daar wel. Gaat proberen Noordin van zich af te schudden. En dat lukt op dit moment redelijk. Halve lengte verschil. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Buitenkant ligt daarachter Elma Rajakan. En aan de binnenkant Michel D. die nog genoeg over lijkt te hebben. Maar ja, waar moet hij heen? Hij kan geen kant op. Paarden in de laatste rechte lijn. Het is nog altijd Nervolo die leidt. Nervolo, Noordin, Michel D. vindt geen ruimte. Helemaal aan de buitenkant komt Elma Rajakan. Maar nu kan misschien Michel D. binnendoor, want daar komt wel een gaatje. Gaan de laatste meters in. Nervolo leidt nog altijd 13 rond. Is de laatste 500 meter. Nervolo wint hem. Maan vliegt naar de tweede plaats. En de derde plaats is voor Elma Rajakan. Vierde aan de relingzijde. Om te onthouden. Michel D. 15-8 voor de winnaar.